bij nog even een weekvlog. Ach, vandaag is mijn verjaardag en ga ik. En moet ik werken. En vanavond goed met zin. Dus ja. En ligt het wel. Dus ja. Let's get started. En ik heb mijn werkkleding aan. Ik ga zo meteen werken tot van 9:30 tot 18:00. En dan gaan we goed met hem. En dan ga ik de cadeautjes aan mijn vader geven. En ik heb een kaart gekregen, want ik ben thuis en ik heb 10 pakketjes gekregen. Dit is een verjaardagskaart van Brussel, die heb ik nu pas binnengekregen. Laat maar, dat boeit me inderdaad niet. Dan had ik hier een pakketje en ik heb het al opengemaakt. En erin is deze. En dan met mijn sterrenbeeld erop. Dan heb ik deze. Die gaan passen. Dus mij moet die zo om. Dan heb ik deze gouden ring. Ik vind hem mooi. Volgens mij moet die zo om. Dus ja. En ik ga nu gourmetten aan de cadeautjes aan mijn vader geven wat ik hierin heb zitten. Dus bij deze sluit ik dan nog één van de weekvlog. En dan zie ik hem ook bij dag 2 van de weekvlog. Bye! Welkom bij dag 2 van de weekvlog. Vandaag ga ik dan niet veel doen. Ik heb een nagel op eraf halen, want het ziet er niet meer uit. Verder zie ik al wat ik ga doen. Dus ja, let's get started. En ik heb mijn ogen gekleed, ik heb mijn haar gevoerd. Dus ik heb mijn nieuwe oorbellen in. Spelletjes. Ja! But, ik heb dit aan. En dan mijn broek met gaten en een soort schoen en we gaan nu ijsje eten. En ik heb mijn ijsje, choco frijola en het is gewoon in zo'n beker lijkt met ijskoffiepunt. Ik ga het eten. We zijn net naar de winkel geweest en ik was net naar het geitenpark. En we staan nu te wachten op de kamp tot mama naar buiten komt. En ik ga nu naar mijn oma en opa. En ik ben gewoon de chillen nog steeds achter mijn computer. Dus ik schrijf bij deze dag 2 van de weekvlog. En dan zie ik jullie morgen bij dag 3 van de weekvlog. Bye! Goedemiddag, welkom bij dag 3 van de weekvlog. Vandaag is een moederdag. We gaan dan vandaag even naar mijn oma. Ja, misschien ga ik nog het hoor ook of zo. Of spreken of zo. En dan wordt het lekker warm. 26 graden. Dus ja, let's get started. Ik heb mijn klaar gaan. We gaan zo naar oma. Ik heb dit shirtje aan, dit t-shirt van Shein. Nu deze mooie broek. En mijn zwarte schoentjes en mijn haar gewoon los. Dus ja. Ik ben terug van oma en opa en ik was na het valkuis het spelen. Ik heb deze skin gekocht. En ik ga zo meteen een hoofdfilm kijken. Verder ga ik niet veel doen. Dus ik sluit bij deze op dag 3 van de weekvlog. Maar dus ik heb hem ook bij dag 4 van de weekvlog. Bye! Hallo allemaal en welkom bij dag 4 van de weekvlog. Vandaag ga ik mijn kerkreden doen, misschien met Hozak afspreken. Want dan ben ik toch een kerkreden, dus ja. Ligt er aan natuurlijk wel. En verder ga ik niet veel doen. Dus let's get started. En ik heb gegeten en ik ga nu me verzorgen en zo. Een cadeau voor 12 heb ik de bus tenzij niet ergens van mijn moeder. Dus ik ga me alvast ook aankleden en zo. Dus ja. En ik heb me aangekleed, ik heb mijn haren in een staartje gedaan. Deze sterrenoorbellen in. Deze ketting met een slotje. Dit t-shirtje. Met een lampje eronder. Anders weet ik niet, ik weet niet wat ik op het moment zonder lampje. Dus ja. Dan gewoon deze broek waar ik gisteren ook aan had als het goed is. En mijn zwarte schoentjes. Yay. En ik ben naar de bus lopen en ik ben net klaar bij de winkel. Ik ben thuis van de winkel en ik ga niet veel doen. Ik ga ergens met mijn knie doet weer fucking veel pijn. Dus ik ga dadelijk even voorwijs doen en pakketjes afleveren en dan mijn vader gaan. Dus ja. En ik zit in de auto en mijn moeder zijn pakketje afgeven. En hierna gaan we naar mijn vader. Want we moeten ook nog naar de DHL dinges voor die Shein dinges om die passie terug te geven. Dus ja. En we zijn bij het kruidvat geweest en ik heb deze kleur nagellak gekocht.
Het ziet er feller, iets feller uit dan, op, dan in het echt. En dan heb ik deze nog. Deze mooie blauwe. Een soort van aquablauw, zoiets. En het is echt een mooie kleur. Deze cake die is zo lekker. Deze is echt delicious. Het zijn twee dingen van apriëtenloos, of ja. Ik ben obsessed met deze zonnebril. Alleen, ik weet niet of die staat als ik hem zo heb. Zeker of het zo staat, maar dit is dan weer wel leuk. Eigenlijk ben ik op zich één kleding het luikje die ik leuk vind. En het zijn nieuwe kleding wat ze weer krijgen. En verder ga ik gewoon chillen en zo. En morgen moet ik naar de dokter. Dus bij deze sluit ik dag 4 van de week vlog. En deze keer morgen bij dag 5 van de week vlog. Bye! Hallo, dan ben ik wel bij dag 5 van de week vlog vandaag. Moet ik naar de dokter. Zodat ze verder aan onderzoek komen. Mijn spieren gaat gebeuren en zo. Gewoon omdat ik pijn heb. Dus ja. En verder ga ik niet veel doen vandaag, dus let's get started. En ik ben weer thuis en ik was nog naar de winkel geweest en met de bus terug naar huis. En ik ben moe. En ik heb zo'n pijn. Dan was ik ook naar de dokter geweest. Dus ja. Ik ga nu denk ik af wat te eten maken. En ik ga nu heel even weer Fall Guys spelen. En ik was heel zin met Kelsey bellen en ik ga nu gewoon chillen en zo. Dus ik sluit deze dag 5 van de week voor. En dan zie ik je allemaal bij de 6 van de week voor. Bye! Hallo allemaal! En volgens mij ben ik te vroeg. Welkom bij de dag 6 van de week vlog aan vandaag. Ja, ik heb al van alles gedaan, gegeten en de lucht van de straat even opgenomen. Ik ga misschien nog met mijn moeder het terras gaan doen. Dus ja, let's get started. Ik ga zo ijsje eten en ik heb dit aan mijn haar in een staartje, mijn hoogtjes oorbellen, mijn ketting, my golden ring. Dit mooie t-shirtje ook weer van Shein, deze broek en deze zwarte schoentjes. Oh, en we zijn onderweg gaan lopen naar het ijssalon en we zijn er al bijna. En ik zit bij de bushalte en we gaan zo meteen met de bus terug naar huis. En ik ga verder gewoon serie kijken en verder niet veel doen meer. Dus bij deze sluit ik dag 6 van de week vlog. En dan zie ik je morgen bij dag 7 van de week vlog. Bye! Hallo allemaal, welkom bij dag 7 van de week vlog. Vandaag moet ik werken van 12 tot 5 van mijn game op dag. En verder ga ik niet veel doen vandaag. Alleen maar achter de computer, dus ik ga nu mijn eten maken. Dus let's get started. Ik heb een kleding aangetrokken. En ik heb dit aan, dit t-shirt, dit jasje. Deze zwarte broek en mijn zwarte Adidas schoentjes. En maar gewoon los en gewoon deze oorbellen. En ik ga nu Stassio spelen en 11:30 ga ik naar mijn werk. Dus ik sluit deze ook deze hele week vlog af meteen. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Bye!